broertjes Schlek, Simons, Jalabert en Van Poppel hebben toeretappes gefietst. En nu is het de beurt aan de broeders Lauwman. Theo de stuurman en voormalig bedrijfsarts heeft niet veel fietservaring. Ruud daarentegen wel, zit regelmatig op de tandem met zijn vrouw. Theo had de eerste kilometers wat moeite met het schakelen. Ja. Het schakelen is moeilijk, hè? Ja. Maar gewoon rustig blijven en... Ik zet hem nu al heel klein. Je zit te kloten, man. Ja, zo is hij goed. Ja, anders moet ik zo meteen... kijken, Theo. Anders moeten we zo meteen even stoppen naar de bocht. Niet afleiden. Ja, even stoppen en dan drinken. Kijk uit je auto. Je trapt constant door. Dus je rijdt altijd met dezelfde trapfrequentie. En de voorste, ja, die moet de keuze maken om te schakelen en dat gaat niet altijd gelijk goed. Ik schakel het te ver terug. Ruud en zijn 3 jaar jongere broer Theo fietsen de 5e etappe van Arras naar Amiens. Een relatief vlakke etappe door een gebied waar de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog overal goed zichtbaar is. Deze etappe zal waarschijnlijk beslist worden in de laatste meters. De belangen zijn groot voor de sprintersploeg, omdat ze weten dat ze vandaag zeker een kans hebben. Alle sprinters gaan aan de finish komen, dat wil zeggen, die gaan niet gelost worden op een klein klimmetje van tevoren. Ja, een typische sprintetappe. Het was ook leuk met mijn broer samen natuurlijk, hè? Met z'n tweeën patent. Dat hij nu voorop zat, ik moest hem af en toe wel eventjes wat instructies geven. Rustig. Wat doe je nou? Schakel je verkeerd. En dat, nou ja, goed. Dat komt allemaal goed. Stel me niet teleur nu. Alles blijft blijven. Tot die top, hè. Huh? Ja. Top, hè, mannen. Ja. Goed uit. Huh? Trappen. Thomas gaf nog onderweg even een paar goede instructies. Daarna ging het ook duidelijk een stukken beter. Ja. De laatste kilometers. Dat schiet nou op, hè? Dat gaan we doen, hè, Jochie? Tot zover de andere tour. Terug naar Wilfred, Michael en de broer van Walter. ASR, de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen.